Het is passen en meten op de nieuwe teamfoto van Hockeyclub Rotterdam. We zien 6 nieuwe gezichten. 3 Nederlanders, een Australiër en 2 internationals van Ierland. Zij moeten het vertrek opvangen van onder andere oranje aanvoerder Sevi van As. Een van de 5 basisspelers die weg is. Een behoorlijk aantal. Aan de andere kant zijn een aantal belangrijke spelers voor de organisatie van ons spel. Die zijn er nog wel. Dus ik denk dat wij vrij snel het voor elkaar moeten hebben om met deze nieuwe groep goed te spelen. En dan strijden wij voor een play-off plek en daarna voor meer. Het is ambitieus, want vorig jaar haalde Rotterdam die play-offs niet eens. En de top van de hoofdklasse is dit jaar breder geworden. De ploeg van Albert Kees Maneschijn opent direct tegen Amsterdam, de nummer 2 van vorig jaar. Dit is een goede kans voor een van die nieuwe spelers. Glenn Turner, 34 jaar, 124 interlands gespeeld voor Australië en 90 goals. Hij is de topspeler die Maneschijn er zo graag bij wilde hebben. De strafcorners zijn nog altijd voor Jeroen Hetsberger en Mr. Rotterdam opent de score. 1-0 is ook de ruststand. Amsterdam heeft Justin Reed Ross, de Zuid-Afrikaanse strafcornerspecialist. Hij verrast de nieuwe keeper Mark Ingram, 1-1. Maar Rotterdam komt weer op voorsprong en door wie anders dan Jeroen Hetsberger. Hij maakt zijn tweede van de middag, maar het mooiste nieuws voor hem is dat hij na afloop van het duel hoort dat hij is uitgeroepen tot erelid van de club. Zijn club. Ja, het is echt ongelofelijk. Dat gaat veel verder dan je wedstrijden op zondag winnen of niet. En ik besef me ook wel heel goed dat toen ik in 2007 debuteerde voor Oranje, dat ik de eerste Rotterdam-speler was die voor Oranje speelde. Maar dat dat uiteindelijk tot een erelidmaatschap zou leiden, dat had ik niet verwacht. En ik ben nog lang niet klaar op deze club, dus ik vind het nog veel te mooi. Meestal aan het eind van je carrière word je tot bepaalde dingen benoemd. En daarom zag ik hem ook zeker niet aankomen. Wint Rotterdam ook de wedstrijd? Dat hangt af van Reed Ross, die kort daarvoor nog een strafbal miste. De officiële speeltijd is voorbij, maar Amsterdam krijgt nog een strafcorner. Maar hij poest hem naast. Rotterdam begint dus prima aan het nieuwe seizoen.